In het Amsterdamse Zeeburger worden kavels verloot met de regel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dus is er een camping ontstaan. Waar is toch mijn caravan? Ik kan hem nergens vinden. Hij moet hier op de camping staan als die van de Linde. U heeft een busje gehuurd en een luchtbed gekocht en nu voor het kaveltje. Absoluut, we gaan er helemaal voor en tot zaterdag nog even afzien. Zit u hier voor een kaveltje voor uzelf? Nee, dat is voor vrienden van mij. Of voor mijn dochter. Ongelooflijk, daar moet u wel veel van houden, zeg. Over een hele week op voor mijn dochter. Als je hier aankomt fietsen, dan is het natuurlijk een soort ja, zigeunerkamp. Ja, nee, klopt inderdaad. Dus, maar wel met ja, allemaal leuke mensen. Dus, prima. Ja, zonder zigeuner, zeg maar. Hoeveel kavels zijn er? Wij mikken op een plot van 19. Ja, is lekker, nummer 34. Dus we gaan het zien. Morgen ga lekker naar huis, joh. Ik blijf lekker staan. Die staat voor jouw lul, joh. Dag meneer, zit u... Oh, god, gaat het? Gaat het? Ik schrok van u, sorry, ik ben een beetje moe, hè? Ja, u ligt hier natuurlijk al, ik weet niet hoe lang achterin die schoenen te maffen. Ja, je moet het niet elke week doen. Doet u dit voor uzelf? Ja, ja. Dan mevrouw, wat gebeurt hier nu? Dit is de kavelgestapo-lijst. Ah, leuk. Dan, je mag 90 minuten mag je weg. Als je weggaat, dan krijg je je kavel niet meer. Er zal altijd iemand hier zijn, ja. They put you down on the list. Why? Because we were absent for a few hours. And now you're sitting here for kok. Yeah, now we're in the bottom list, but... Yeah, but that's really for kok. Ja. Yeah. Nou, daar staat dan de buurman en de buurman die gaat voor hetzelfde stukje. Precies, ja. Dus ga je banden nog lekker prikken? Dat is niet nodig, want ik sta hoog op de lijst dan. Oh, man. Ja. Loser. Ja. Aufmachen! Aufmachen! Nou, mevrouw, u ligt hier zeg maar in een soort bushotel. Ja. Want u heeft geen camper. Nee, niet. Mag ik kijken waar u dan slaapt? Ja, dat mag. Met mijn kind samen. Nou, liever alleen met jou. Nou, dat ziet er toch hartstikke gezellig uit. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zullen we even kijken of het past? Ja, is goed. Kom. Ah. Je verveelt je hier toch te komen leren? Ja, maar je praat met veel mensen, wat natuurlijk ook wel gezellig is. Want je... En af en toe geeft er een slinger aan. Toch weer een kwartiertje verder. Ja. Vindt u het nou eigenlijk ook wel gezellig zo om hier een week te gaan staan? Ik sta hier geen week. Ik kom met eten en ik ga s'avonds gewoon thuis slapen. Ja, en u ruimt niet op, zie ik. Wat een pokkenbinnen zeg. Hoe heet je eigenlijk? Had je toch net ook al gevraagd? Ja, ik ben het even vergeten. Nou, dag. Dag.